Hallo, ik ga in dit filmpje een aantal vragen beantwoorden over de workshop Emotiemanagement voor Hooggevoeligen. De workshop heeft inmiddels 4 maal plaatsgevonden. De eerste vond plaats in september 2011. De eerste vraag luidt als volgt. Hoe interactief is de workshop? Ik heb de dame die deze vraag stelde nog eens gevraagd wat ze hier precies mee bedoelde. Zij vertelde dat ze in andere workshops oefeningen moest doen met de hele groep en oefeningen in tweetallen. Nou, ik kan je vertellen dat ik geen oefeningen ga doen. Hooguit een opwarmertje voor de geest en voor de spieren. Dat is afhankelijk van het aantal deelnemers. En ja, de interactiviteit die zal voornamelijk plaatsvinden op mentaal niveau. En ja, wat voorbij zal gaan komen is natuurlijk mijn visie op hooggevoeligheid. Ik zal een aantal verhalen delen uit de praktijk. En je natuurlijk ja, tips geven over hoe je je emoties als hooggevoelige kunt managen. En er is alle ruimte om je eigen verhaal te delen en alle vragen te stellen die je mij of aan elkaar zou willen stellen. En de tweede vraag... Wat is de huidige locatie van de workshop? Nou, de huidige locatie is mijn praktijk aan huis. Nou, kan je vertellen dat het een fijne ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. En als derde de vraag hoeveel deelnemers mogen maximaal meedoen aan deze workshop. Nou, dat zijn er 8. 8 personen mogen maximaal aan deze workshop meedoen. Nou, als laatste wil ik je natuurlijk van harte uitnodigen voor de workshop op zaterdag 31 maart. Dat is de eerstvolgende workshop die plaatsvindt in Den Haag. Vanaf 9:30 is de inloop. De workshop duurt van 10 tot 12 uur. Nou, kom, meld je aan en neem al je hooggevoelige vrienden, collega's en familieleden mee. Nou, hopelijk tot ziens.